Het Koning Willem-Alexander College. Hier zetten honderden leerlingen elk jaar weer hun eerste stappen op weg naar zelfstandigheid. En onze camera's zijn overal bij. 5 dagen per week volgen we 7 leerlingen tijdens hun eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Zo jongens, we zijn er. Ook de derde dag op Kreta begint vroeg. De redactie brengt voor hun reportage een bezoek aan Forteza. Maar Bo en Ramzi hebben hele andere plannen. Oh, jongens, hè? Je kan de geschiedenis hier bijna ruiken. Forteza dus. Het is een soort paleis. En het is vlakbij het adres wat we gevonden hadden. Waar dus de vader van Joy moet wonen. Dus het enige wat nog moest lukken was dat we er konden komen zonder dat Grimbo dat door had. Ja, en Nola en Jesse natuurlijk, want die wilden niet meer meedoen. Meneer? Ja. Laten we zo meteen even gaan opsplitsen. Leek me wel handig, want we lopen al achter op schema en dan kunnen we wat meer uit onze dag halen. Dus als jullie nou hier blijven en wat shots maken, dan kunnen ik en Ramzi plaatsje ingaan om wat inwoners te interviewen wat hier nou echt typisch Grieks is. Leek ons wel handig. Nou, Bo, wat goed dat je dit initiatief neemt. Wat een fijne werkhouding. Dus het is goed. We hebben niet aan Jesse en Nola verteld dat wij doorgingen met de zoektocht. Ja, zij hadden meer zoiets van, als Joy niet meer wil zoeken, dan kappen wij er ook mee. En Bo en ik weten gewoon zeker dat Joy nerveus is. Ze wil echt wel weten waar haar vader is. Nee, dat is niet goed. Ik kan jullie natuurlijk niet in je eentje hier laten rondlopen. Maar we zijn toch met z'n tweeën? Ik bedoel zonder begeleiding. Hè? Ik ben deze dagen verantwoordelijk voor jullie. Ja, dus dat gaat gewoon niet. En ik weet hoe het gaat als ik jullie laat rondzwerven. Oké, maar we willen gewoon opschieten. Ik snap je stress niet. We zijn er net. En we moeten echt nog wat doen, hoor. Ja, vind ik ook. Kunnen Bo en ik anders niet even wat ijs gaan halen of zo? Het is best wel warm en we kunnen wel te verfrissend gebruiken. We zijn er net. We hebben nog niks gedaan. We gaan nu eerst aan het werk. Kom op, aan de slag. Ja, sorry hoor. Moet Nola niet een klein beetje meewerken? Ja, ze weet niet waar we mee bezig zijn. Maar dan nog. Hé jongens, volgens mij kunnen we hier ergens in een eettentje van de beste gyros van Griekenland eten. Hebben jullie trek in gyros? Ja. Ja, ik hoef niet hoor. Ik zie nog vol van het ontbijt en ik voel me al niet zo lekker, dus... Ja, ik zei toch dat je die papoetsaki niet moest eten? Het is papoetsaki. Ja, dat bedoel ik. Ik heb echt geen zin om 3 kilo zwaar thuis te komen. Ja, ik vind dat als je iets met Griekse cultuur gaat doen, dat het wel het eten is van een broodje gyros of moussaka. Nou, ik heb sterke principes. Maar als het over gyros gaat, dan gaat mijn maag wel rammelen. Ja, dat is hartstikke leuk, man. Sinds wanneer hou je van gyros? Gyros is vlees, hè? Je bent toch vegetariër? Sinds wanneer ik van gyros hou? Nou, sinds Ramzi en ik proberen weg te komen. Nou, ik heb geen zin in gedoe, dus we gaan stemmen. Wie is er tegen gyros? Ja, wij zijn sowieso voor. Ja, en ik ook. Dus dat wordt gyros. Waar is die zaak? Als het goed is, om de hoek en dan ietsjes verder. Ja, lekker dan. Hartstikke goed, jongens. Maar we gaan eerst ons werk hier nog even afmaken, hè? Want we hebben nog een hoop te doen. En daarna kunnen we de aandacht besteden aan jullie hond. Gewoon Ramzi kon het kennelijk allemaal niet meer schelen. Nou, mij wel, hoor. Ik wil gewoon met een goede reportage thuiskomen. Ja, en ik wil nog even zwemmen. Maar straks in plaats van op het strand, in een gore eettent. Ik voel me nu al niet goed. Ik moet er echt niet aan denken. Ik ga zo even liggen, denk ik. Een uur later zitten ze in het restaurantje, maar zonder Jesse, die met koorts op bed ligt. Weet je nu zeker dat dit dat restaurantje is die zo goed stond aangeschreven in die reisgids? Een van de beste restaurantjes van Griekenland. Nou, de Griek bij mij om de hoek is een stuk beter, hoor. Je moet ook niet zo schrokken. Ik denk niet dat probleem is. Wat heeft Jesse je aangestoken of zo? Het ziet er echt niet goed uit. Ik zat er niet aan het eten liggen, jongens. Ik denk dat Jesse haar heeft aangestoken. Want vanochtend had ze ook al last van de maag. Dus twijfel dat of ze mee moest komen of niet. En dit broodje gyros nu? Nee, ik denk dat dit te veel is geworden. Daar heb ik echt anders niks van gemerkt. Er zit vanochtend gewoon 3 croissantjes op. Dat doe je toch niet als je ziek bent? Ja, dat bedoel ik. 3 croissantjes is echt veel, hè. En dan die gyros erbij. Het plan is simpel. Bo zou doen alsof ze doodziek was. Ik zou haar dan brengen naar het busje. En in plaats van het busje zouden we naar de vader van Joy gaan. Hey, gaat het wel, meisje? Ja. Huh? Voel je opeens zo slecht? En weet je wat je moet doen? Ga naar het busje, even bijkomen en zo. Ga ik met je mee. En dan kunnen jullie gyros opeten en dan... Ik denk dat goed, Nola, als jij met haar meegaat. Je hebt nu toch even niks te eten. En dan, Ramzi, jij je vreugd op de gyros. Dus dan kun jij daar nog even van eten, toch? Ja, is goed. Oké. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En dat was wel duidelijk. Maar wat ze dan wel? Ik heb een kwartier nodig om de vader van Joy te vinden. Werk je mee? Ik wist het. Dus je gaat gewoon verder met de zoektocht, zonder Jesse en mij. En Ramzi doet ineens wel mee, die eerst echt volop tegen was.
We zijn hier nu toch. En hij woont hier om de hoek. Joy zei dat ze het niet meer wilde. Dat kan ze wel zeggen, maar dat meent ze echt niet hoor. Wat nou als ze spijt krijgen als we terugkomen? Dan is het te laat om spijt of wat dan ook te hebben. En dan komt ze er nooit achter wie haar vader is. En wat nou als ze helemaal geen spijt krijgt? Ik snap niet waarom je zo moeilijk doet. Jij wou toch niet meedoen, dan is dat prima. Als Joy kwaad wordt, dan is het op mij en Ramsey en niet op jullie. Je hoeft alleen niks tegen Grimberg te zeggen als ik niet in het busje zit. Dat doe ik er alsnog mee. Dan moet ik voor je liegen. Het was ook de bedoeling dat Ramsey mee zou gaan, maar jij moest ze nodig bij de hand doen en met mij meegaan. Ja, en nu ben ik hier. En wat als jullie man vinden? Wat ga je dan zeggen? Weet ik veel, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Nou, dan zou ik eerst dat doen? Wat dan als het een enorme mafkees is? Hij heeft gewoon zijn dochter in de steek gelaten, hè? Ik was zo erg bezig met wegkomen dat ik eigenlijk niet had bedacht dat die vader best een creep zou kunnen zijn. Het is hier echt vlakbij, 5 minuten lopen. En ik zou eigenlijk ook wel fijn vinden als je mee zou gaan. Het is ook niet heel erg slim om daar alleen voor de deur te gaan staan. En eigenlijk durf ik ook niet alleen. Alsjeblieft. Ik doe dit echt niet voor mezelf. Ik doe dit echt voor Joy. Jij hebt ook gezien hoe graag ze haar vader wilt gaan vinden. Oké. Welke kant op? Dus daarheen. Oké, rennen dan. We hebben niet veel tijd meer. Dat is ook wel weer waar. De weken voordat op reis ging, kon ze over niks anders praten. En Bo en ik eigenlijk ook niet. En dit is 160. En dat is een andere straat. Maar waar is 162 dan? Daar zijn alleen maar oneven nummers. Ik vroeg me ook af wat voor man we zouden gaan zien. Misschien wat we helemaal niks met Joy te maken hebben en wordt hij boos. Wat zou ik überhaupt tegen hem zeggen als ik voor hem stond? Ik heb geen idee waar we zijn of wat we moeten doen. Ik ook niet. Wacht. Probeer maar eens te begrijpen wat iemand bedoelt als hij de weg uitlegt in het Grieks. En al deze straatnamen staan ook in het Grieks. Echt, waarom kan de hele wereld niet gewoon hetzelfde schrijven? Ramsey, kan je niet een keer zonder die telefoon? Kom op, zeg. Ja, lekker makkelijk was dat. Of ik even tijd kon rekken. Ja, hoe dan? Ik ben alleen. Meneer, ik heb steen in mijn schoen. Wacht even. Ja, we zijn zo bij kusje, Ramsey. Ramsey. Hallo, we zijn... Ja, ik moet toch smoesjes bedenken? Ik wist het ook niet. Dan heb ik doorlopen. Meneer, ik moet even een kaartje halen voor thuis. Dat is leuk, denk ik. Nee, Ramsey, niet nu. Dat kan straks... Tuurlijk ging ik geen kaartje sturen. Ik heb nog nooit een kaart gestuurd. Maar goed, dat werd Grimbo niet. Wilt u ook een ijsje? Nee, ik hoef geen ijsje. Ik wil naar de bus, Ramsey. Ja, kijk, daar is een meisje, ziek, ja, op ons aan het wachten, Ramsey. Jij denkt alleen maar aan ijsjes. Je moet aan je medemens denken. Thank you. Proeven, proeven. Ja, keep the change. Kom maar. Nee. Keep the change, oké. Okay. Ja, kom maar. Het make-up. Mijn geld. Dat huis moet het zijn. Ik vind die echt wel een beetje eng geworden. Ja, ik ook, maar hiervoor zijn we gekomen. We moeten dit doen. Hier, hier is je telefoon. Als jij nou even gaat filmen terwijl ik aanbel, dan hebben we in ieder geval beelden. Hadden we eindelijk dat adres gevonden, was hij niet eens thuis. Super irritant. En nu? Ja, wacht tot hij thuis komt. We kunnen hem in ieder geval aanspreken. En Grimbergen dan? Ik heb Ramsey wel even. Dit was echt het spannendste moment van mijn leven. En het was niet eens mijn vader. Waar zijn ze? Ramsey, waar zijn ze? Ramsey, bel Bo. Bel Bo even waar ze is. Ja, Bo zou app of bellen als die vader had gesproken. Maar ja, het schoot ook niks op. Ja, ze nemen niet op. Wat? Jij weet dat ze weg zijn, hè? Vandaar het slome getreuzel voor jou de hele tijd. Wat is hier aan de hand? Nou, zie je, ze zijn er al. Oh, gaat het weer een beetje, Bo? Ja, het gaat wel wat beter. Ik dacht, frisse lucht is wat gezond voor je. Instappen. Nu. We gaan naar het hotel en jullie gaan mij haar fijn uitleggen wat hier nou aan de hand is. Uiteindelijk hebben we wel iemand gevonden. Ja, maar niet Joy's vader. Er woonde een oude man die alleen maar Grieks sprak. En ik liet hem een foto zien en toen schreef hij iets op. En volgens mij is het zijn adres. Hier moet hij zijn, de vader van Joy. En, hoe gaat het? Nou, niet echt lekker. Ik krijg nooit meer papoetsakkie eten. Ja, snap ik.
Heb ik wat gemist? Ja man, we zijn naar de vader van Joy gaan zoeken, maar we hebben hem nog steeds niet gevonden. We waren toch klaar, man? Nee, we gaan verder.